Beste kijkers, ja, voordat deze onstuimige dag begon, hadden we vanochtend te maken met een fraaie zonsopkomst met prachtige rode luchten. En u weet het, hè, morgen rood water in de sloot. Nou, dat verhaal ging in ieder geval zeker op en we kregen er nog onstuimig weer bij ook. Een paar mooie foto's voor u meegenomen. Deze foto bijvoorbeeld, schitterend plaatje van een zonsopkomst van Herman Broers uit Barendrecht. Maar ook de volgende foto mag er zeker zijn. Moet eens kijken wat een schitterende foto gemaakt in de Hoekse Waard. Nou, als we kijken naar het weerbeeld voor vanavond en vannacht, ja, dan blijft het gewoon onstuimig in het Rijnmondgebied. Er waait namelijk een krachtige wind boven land, windkracht 5 A6. Langs de kust waait de wind nog altijd stormachtig, windkracht 8. En er bestaat nog steeds kans op zware windstoten van boven de 75 km per uur. Dus pakjesavond zal behoorlijk onrustig verlopen. Nou, voor de rest een wisselende bewolking. Er vallen verspreid over de regio een paar buien. Misschien wel met wat natte sneeuw erbij. De temperatuur daalt landinwaarts naar een graad of 2. Het kustgebied is wat zachter met een temperatuur van een graad of 5. Ja, en dan morgen overdag, de vrijdag. Wat gaat zo'n werkweek toch snel? Nou, ook dan staat er flink wat wind uit het noordwesten. Krachtig tot hard, windkracht 6 A7. Een wisselende bewolking. Er vallen verspreid over de regio een paar buien. Misschien met wat hagel of een vlok natte sneeuw. En dat bij temperaturen van zo'n graad of 5. Dus het is wel duidelijk wat kouder dan de afgelopen dagen. Nou, het komend weekend nogal saai weer. Veel bewolking, nauwelijks ruimte voor de zon. Zowel op zaterdag als op zondag bestaat de kans op een regenbui. En de temperatuur die gaat verder oplopen naar ongeveer 9 graden op zondag tijdens de bruggenloop in Rotterdam. En daarbij waait dan een matige tot vrij krachtige wind, windkracht 4 A5 uit het zuidwesten. Nou, begin volgende week zal de zon geleidelijk aan steeds vaker tevoorschijn komen. Met name vanaf een dinsdag, temperaturen een graad of 7. U ziet het, de winter is voorlopig nog ver weg. U weet het ondertussen, mooie weerfoto's, u kunt ze altijd insturen. Daar ben ik hartstikke blij mee. U kunt ze sturen naar weerfoto@rijnmond.nl. Ik wens u een fijne pakjesavond toe en heel graag tot morgen.